Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben weer terug na een week niet op YouTube te verschijnen. Ik ga jullie gewoon weer deze week meenemen. En het is vandaag maandag. Ik heb zo meteen afgesproken in de stad. Ik ga eerst even brunchen met Kiaar. Even de stad rondlopen. En dan vanmiddag heb ik afgesproken met Sanne en Tanene. En dan gaan we bij Sanne gaan we koken. Dus dat is super leuk. Super zin in ook. Dit is wat ik draag. Deze trui van de H&M. Mijn broek van Daily Paper. En ik heb nog geen schoenen aan. Maar dat worden denk ik mijn Nike's. Deze week wordt echt een hele leuke week. Want namelijk mijn moeder is jarig deze week. En mijn opa is jarig. Dus dan gaan we lekker partyen. Nou oké, het is eigenlijk een soort van familiefeest. Maar je snapt mijn punt. Ik ga jullie meenemen. Let's go. We gaan beginnen met de vlog. Ik ben nu in de stad. En ik ben met Kiaar. En kijk even, we hebben allebei gewoon dezelfde broek aan. Ik heb hem in het zwart, Kiaar heeft hem in het bruin. We gaan nu even lekker een hapje eten, want ik heb nog niet ontbeten. Dus altijd als je naar de stad gaat, moet je het eerst thuis ontbijten, want dat scheelt zoveel geld. En het, ondertussen gaat het lekker het alarm af, joh. Hè? Het is de eerste van de maand. Dus dat gaan we lekker eten bij Noeken, denk ik. Ja, en dan zien we wel wat we daar gaan eten. Op locatie nummer uno. En trouwens, ik ben met Sandra. Ze heeft haar geverfd. Leuk. En op wie zijn we nu aan het wachten? Niemand. Op Tanene. En dan, Totally Spice is back. Dus we gaan nu lekker naar locatie 2. Kiaar heeft hele leuke foto's. Ik heb hele leuke foto's. Sandra heeft minder leuke foto's, want ze staat bijna op één foto. En waar gaan we nu heen, jongens? Naar mijn huis. Nu al. Kunnen we nog ergens even een koekje doen? Ja, is goed, prima. Oké. Joejoe. Was ik nu tief tegen? Oké, 3, 2, 1. Wauw. Oké, ik zit dus nu bij Sanne thuis. Ik laat het niet zien. Maar ik ben met Kiaar ook hier. Hi, schat, wat altijd. En we zijn lekker een film aan het kijken. Hoe heet deze film? Een serie. Ik weet niet hoe deze serie heet. Het gaat over een vrouw, over vier vrouwen. En ja. Dit film ik trouwens weer even met mijn mobiel. Maar mijn camera ligt helemaal daar. Dus ik heb daar geen zin om daar helemaal heen te lopen. Om hem even te pakken. Het is hier super gezellig. En Kiaar, vertel even het verhaal van de tompoes. Nou, we hadden tompoesen gehaald, ja. Maar ze zijn gesmolten. Dus letterlijk, je had alleen nog maar dat laagje koek zonder de, hoe noemen we dat nou? Glazuur had je. Sanne is nu Tanene aan het ophalen op de longieboard. En dan ga ik nog even lekker chillen. Joejoe! Lekker bakken, Sanne! Lekker! Lekker, kijk! We hebben normale burgers en diepvriesburgers. We gaan de test doen. Welke burgers maakt het lekkerst? Ik denk diepvries. Nee. Sanne is nu de aardappeltjes lekker aan het bakken. Wat zijn dit voor aardappeltjes? Even kijken. Partjes. Het zijn partjes, Toscaanse gekruid. En, sorry jongens, een mooie shot dit. En de professionele schijfjes. Je kan niet zien wat... Professionele? Ja. Nou, Sanne, 24 Kitchen, yeah, yeah, yeah. Woehoe, shot. Beetje close-up, beetje van ver weg. Joe. Look, jongens, what the view. Sandra, what's that? That's a smiley. That's my smiley. It's your smiley. With a... die smiley heeft alleen niet waterproof mascara op. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. We zijn in New York, jongens. Nee, grap, we zijn niet in New York. I wish. Mooie cultuur. Mijn outfit.
today I'm wearing my... No, want ik moet dan editen. Oké, I'm wearing my pink sweater. I'm wearing my daily paper pants. Oeh, booty. En oh. I'm wearing my fluerende Nike's. Geil. Mooi hè, echt very hot. Hot. Kijk onder de bank, kijk onder de stoel, kijk onder. Overal. Ja, Tanini. Alsjeblieft. Give it to me. Bye, bitch. Ik heb een pand voor je. Je kan ook die handdoek even pakken. Oeh, die zit veel vet in. Heel fijn. Net als in mijn buik. Heel fijn. Dan een mooie close-up van jouw hoofd. Top jongens, de fashion confession van Sanne. Sanne, wat draag jij hier? Is dit de nieuwe mode of zo? Slippers met sokken, like sachet, pannenpoeree. Ja, dus... Hey, is dit de nieuwe mode? Wanneer wordt dit uitgebracht op de markt? Vandaag nog. Oh, allemaal bestellen op dit bestaat niet echt.nl. Joe! Holy fuck, dat is wat ik bedoel. Je glijdt. Maar wel echt goed. Woehoe! Hallo, Bikey! Nou, we zijn dus onderweg naar huis. Kijk even, dit is verdiend toch een prijs, jongens, voor beste lookie van 2020. Ik ging net de stoep op en toen brak ik bijna mijn halve enkel. Dus door deze tyfusfiets. Nee, en de stoep. Het was super gezellig. We gaan nu lekker naar huis. Ik zet even Tanene af bij Stazione. En dan rijd ik daarna weer lekker door naar Mikasa. En ik ga bijna Tanene voor de voet. En ja, ik weet niet meer wat ik wil zeggen eigenlijk. Maar het was super gezellig en geslacht. En we zijn thuis. Ik zit lekker op mijn bed met mijn vloggie van Laura Pontecorvo. Ik heb net bij de Spar op Delft heb ik deze Twinkies gekocht. Want we moesten wachten op de tram van Tanene. Die duurde nog ongeveer 20 minuten. Dus ik dacht, nou oké, dan ga ik even lekker wat voedsel halen. Dus ik heb deze Twinkies gekocht. En ik heb deze Starbucks Vanilla Bean Macchiato gekocht. Dus dit ga ik lekker eten en drinken. En dan staat hier ver weg mijn laptop voor de vlog van Laura Pontecorvo. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Het is woensdag. Welke datum is het? Ik ben het altijd erg vergeten, jongens, welke datum het is. Het is de 5e, 5 februari. Het is nu 11:55. Ik heb rond 11:30 afgesproken met Kiaar in de stad. Want we gaan even weer foto's maken. Ik moet nog langs mijn werk om iets te fixen. En ik moet een pakketje op de post doen die ik via United Wardrobe heb verkocht. Dit is mijn outfit. Deze trui van H&M. En dan de broek Daily Paper en de schoenen Champion. Die weten jullie dus al. Ja, dus ik neem jullie mee. Let's go. We gaan naar de stad en ik voel me echt een spook. Wow, mijn wallen zijn echt weer on fleek. Ik moet echt binnenkort weer onder de zonnebank. Maar ja, dus dat even een andere keertje. Nu even naar de stad fietsen. Gedronken bij mijn werk, bij Happy Tosti. We lopen nu naar de ING om even wat geld op mijn bankrekening te storten, want ik heb best wel veel muntjes en ik haat muntjes. Dus dat ga ik zo even fixen. En ondertussen ben ik met hier nog steeds met Kiaar. Is het niet handig om zo te lopen? We lopen nu in een heel leuk steegje hier, jongens. Oh my god, leuk, love it. En hey Kiaar, pak jij even die fiets dan? Lekker biken. Ik hou trouwens ook van mijn tasje. Dit heb ik bij de Xenos gekocht voor een euro. Dus ja, ik vind Delft echt super mooi. Echt al die planten ook en al die gekke deurtjes en zo. En oh, kijk nou. Dus we gaan lekker naar ING lopen.
En dan neem ik jullie mee. We zijn nu in de bibliotheek en ik ga even naar de wc. Hey! Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is nu rond 11:15. Ik ga zo meteen richting de stad fietsen. Want ik heb namelijk met Samantha afgesproken in de stad om eventjes weer wat dingetjes te gaan bespreken voor mijn YouTube kanaal. Vorige keer had ik daar ook een meeting over en nu heb ik daar weer een meeting over. Dus dat wordt super gezellig. Dit is wat ik draag, deze trui van de H&M. De broek is ook van de H&M en schoenen van Champion. Super leuk. Ik heb net gedoucht, dus mijn haar is nog lekker nat. Maar ik ben te lui om te feunen, dus ik ga het lekker zo aan de lucht laten opdrogen. Ik neem jullie mee, let's go. We gaan richting de stad voor de derde keer deze week. En ik heb gisteren niet de vlog afgesloten, zeg maar een soort van afgesloten. Maar dat komt omdat ik gewoon om 8 uur al in slaap ben gevallen en ik werd vanochtend om 8:30 wakker. Dus ik had mijn slaap hard nodig. En daar ben je Sam aan het shoppen. Sam, wat heb je gekocht? Wat ga je passen? Ik wil een broek passen, maar dit is niet een maat. Maar ze heeft wel een heel leuk blouseje. Gewoon een simpel wit blouseje. Wat is jouw plan daarvoor? Boven een trui, toch? Oh, die is ook cute. Ik vind die kleur heel leuk. Maat 46. Jezus. Nou, dat is mijn maat. Nee, grapje. Maar we gaan nog even rondlopen. En dadelijk gaan we naar de mannenafdeling. Oh, een teddycoat. Dat zou je leuk staan, Sam. Dat zou je 80, echt... 50%? 40. Kijk even hoe lang. Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem heel leuk staan. Ik heb hem nog niet eens aan. Kleuren heb jij? Allemaal, ik zie een overduidelijk kleurplek bij jou. Wit en... Weet ik niet. Crème? Ja, achtig wit. Oh, wauw. Prachtig. Nee. Dus dat is wel leuk. We zijn trouwens op zoek naar dit pak. Oh ja, maar jawel. Het is wel dat die blazer die daarin. Kijk. Ja, ik hou niet van het roze dat niks erin. We staan dus nu in de H&M. En we hebben allemaal wat leuke items gepakt. Valt de helft weer op de grond. Fijn. Dan moet ik dit weer op gaan pakken. Zo. Oké. Dus ik ga nu setjes maken van dit. En dan laat ik jullie dat lekker zien. Als een echte influencer. Oké, eerste setje. Ik heb hem zo gecombineerd met een colletje. Zwarte col. Met deze blouse. Ik kan hem heel leuk blouse in je broek. Hij zit nu niet goed. Maar ik kan hem ook gewoon lekker losdragen. Maar deze blouse kan ik. Ik heb hem lekker in een oversized maat gekocht. Of gepakt. In een maatje XXL. Dat hij wat lekker ruimer valt. Hij zit alleen een beetje hier. Gelijk maar het komt door dat colletje. Op zich wel een leuke. Maar ik ben er niet echt heel dol op. Maar zeker een tip als je van streepjes houdt. En van een leuke colletje. Oké, en dan de volgende set is deze jas. Deze ruitjesblazer met deze witte trui met een colletje, alleen hij kriebelt heel erg. Maar ik vind de combi wel leuk, ook met die broek eronder. Vind ik dit wel een leukertje of zo? Ik weet het niet. De jas is trouwens €60 en de trui is nu in de sale voor €10,99. Wat? Oké. En de trui is €10,99. Trouwens, deze was €19,99 en deze was ook €19,99. Maar ik weet het dus niet. Ik vind hem aan de ene kant wel lekker lang of zo, maar ik heb het idee dat ik zo'n jas al heb en hij kan ook zeg maar heel erg mooi dicht gesloten. Dus dan heb je eigenlijk een soort van jasje. Diezelfde blazer, weer eventjes aangetrokken, maar dan met een ander topje eronder. Deze zeg maar die ik in zwart heb, heb ik nu ook in zwart van een andere kleur. Maar ik vind hem deze minder leuk dan met deze trui. En de blazer is natuurlijk €60 en deze is €19. Dus ik vind hem heel leuk, maar nee, niet in deze combi. Dan deze trui, er staat hier op Fleming Rot. Maar wat ik leuk vind trouwens, zijn die mouwen van vier... Wat? Ik zeg,
Ik heb nu alleen zwarte. Kom zo kijken, één moment. Deze sweater vind ik heel leuk, omdat gewoon de mouwen vind ik heel tof met dat vuur. Ook een beetje Kylie Jenner-achtige vibes. Maar hij trui is €24,99. Op zich vind ik het wel een leuke trui, lekker leuke hoodie. Maar ik heb al heel veel hoodies, dus ik twijfel echt heel erg. Ik loop in de stad, maar ik ben met Kiaar. En die hadden jullie nog niet gezien in deze vlog. Kiaar, hoe vaak hebben we nu afgesproken deze week? Geen idee. 3 keer. Nou, we gaan dus lekker een hapje eten zo dadelijk bij Pavarotti. Dit is trouwens een jas wat ik heb, of een vestjas wat ik hier heb gekocht. Superleuk. Bij de CNA, daar shop ik eigenlijk nooit. Maar nu wel. En toen vond ik dit pareltje. Superleuk. En we gaan nu lekker lopen. En dan gaan we lekker een hapje eten bij PV Rotti. En misschien komt Ines ook nog. Denk het wel. En dan zien jullie die ook in de vlog. Kiaar, doe de afsluiting. Tot straks. Oké, dit is dus gekocht. Ik heb wat gekocht bij de H&M en ik heb een nieuw dekbed overtrek. Ik ben met Ientje en Kiara nog steeds. En we gaan nu lekker een hapje eten bij Pavarotti. We zijn er bij Pavarotti. Wat goed! Kijk even jongens naar dat bord. Gezellig en een autootje. Ja, moest je de auto nou per se? Naar binnen! Joejoe! Ik ben dus nu onderweg naar huis. Ik ben nog steeds eventjes met Ientje hier. En we gaan zo meteen elkaar weer gedag zeggen. Want Ines gaat hele andere kant op een gegeven moment op als ik. En ondertussen heb ik lekker een muziekje op. Wee, want ik ben precies wat jij wil, precies wat jij wil. Dus, ik heb hele leuke dingetjes gekocht. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag een zaterdag. 8 februari, het is 10:15. Ik heb me al helemaal klaargemaakt, want ik ga zo meteen weer eventjes naar de stad om te werken. Ik werk vandaag van 11 tot 6, dus ik ben lekker op tijd. Dit is wat ik draag, deze trui van de shoplog. Die met die, vuur op de mouwen. Komt van H&M. Deze jas komt van CNA, geloof ik, ja. Broeken, H&M, schoenen komen van GD Sport en zijn van Champion. Dus het is nu rond 10:15. Ik ga me lekker nu, nou niet haasten, want ik heb nog alle tijd. Maar ik moet eventjes naar de stad, sowieso, naar de H&M. Omdat ik daar een hele leuke leren broek had gezien en die wil ik hebben. Omdat ik dat vel stoer vind staan. Dus dat is wel chill. Ik zie echt wit. Ik moet echt weer naar de zonnebank, maar dat heb ik ook gezegd in deze vlog. Ik neem jullie mee. Let's go! This shit up. Woo. Woo. Nou, en zoals je kan zien ben ik weer thuis. Ik ben nog even langs de stad geweest. Want ik heb namelijk nieuwe schoenen gekocht bij de GD Sport. Het zijn zeg maar Fila's die ik al super lang wilde. Maar die ga ik denk als ik thuis kom aan jullie laten zien. Ik heb nu echt bijna geen tijd meer. Want ik moet nu zometeen eigenlijk naar mijn opa's verjaardag. Ik heb ook trouwens nog een leuke leren broek gekocht. Ik ben nu een beetje kleding aan het kopen voor Instagram. Ja, het klinkt heel dom dat ik dat doe. Maar ik wil gewoon leuke foto's voor Instagram. Dat ik er toch nog een beetje stylish uitzie. Dat mensen denken en op mijn pagina komen. En denken, oh, die wil ik volgen. Want hij heeft een leuke kledingstijl. Ik doe ook maar wat. Dus ja, ik ga nu even nog naar de wc. Ik laat mijn spullen hier. Ik ga nu fietsen naar mijn opa toe. Ik weet alleen niet welk nummer hij woont. Maar ik heb mijn mamaatje net geappt. En dan ga ik jullie meenemen naar mijn opa's birthday. Ik weet niet hoeveel ik daar ga vloggen, omdat mijn familie er nou niet echt bepaald van houdt om op camera te komen. Maar ik ga gewoon sfeerbeelden maken en ja, ik neem jullie mee. Oké, en ik ben aangekomen bij mijn opa. Ik sta nu in de lift. Ik ben lekker alleen met al mijn vrienden. Nee, grapje, ik heb Steve aan de telefoon. We bellen al inmiddels al 35 minuten. Ik ben kapot. En dit licht hier, jezus, joh, je zag er reinig van.
Maar goed, ik ben gearriveerd. En inmiddels zijn we weer thuis. Het was super gezellig bij mijn opa. En mijn familie is er nog. Maar ik was zo moe dat ik dacht, weet je, ik ga lekker naar huis. Het is nu 9:30 of zo. Dus ik heb het op zich nog wel lekker lang volgehouden. Ik ga nu me ready maken voor bed. Ik laat jullie morgen trouwens even mijn geshopte spulletjes zien. Wat ik vandaag heb gekocht in de stad. Ik wil ook nog even kijken of ik iets op ASOS kan bestellen. Want ik wil binnenkort weer even een leuke fotoshoot plannen. Met Pam of met iemand anders. En dan ga ik lekker shooten voor Instagram. Maar dat eventjes in een andere week vlog. Voor nu ga ik deze vlog afsluiten. Een soort van, ik zie jullie morgen. Dus tot over een paar seconden. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag, de laatste dag van deze week. Ik heb net lekker ontbeten, want mijn mama is jarig vandaag. Ik ben nu ondertussen bezig met mijn kamer. Ik had net een trui aan, maar ik was de hele tijd bezig. Dus ik dacht, wat feeling hut. Dus ik heb hem even uitgedaan. Dus ik heb dit hemd aan. Het is nog best wel een troep. Ik ben ondertussen de vlog van Tesco ondertussen aan het kijken. Ik moet nog letterlijk veel doen. Ik moet mijn hele kleding die hier nog ligt opruimen. In deze kast ga ik die doen. En dan ga ik dadelijk een soort van roomtour doen. Oké, inmiddels ben ik helemaal klaar met mijn kamer. Ik heb het bijna helemaal af. Alleen, hier staat nog een doos. En hier staat nog wat kleding. Maar dit deel sla ik zeg maar over. Dan gaan jullie nu dit zien. En wat sfeerbeelden van mijn nieuwe kamer. Nou, nieuwe kamer. Ik heb het opnieuw ingedeeld. Dus nou, ik had het idee dat het een nieuwe kamer is of zo. Ondertussen is een storm Ciara bezig in volle gang. We zijn nog niet op het hoogtepunt. Het is nu rond 8:30. En ja, laten we beginnen met een quickie roomtour. Eerst zie je dit. Dit is zeg maar een pakskast van de IKEA. De bovenste twee zijn zeg maar mijn sweaters. Hier ook nog sweaters. Mijn broeken. Hier heb ik zeg maar mijn ondergoed ingedaan in een doos. Hier een tas, nog een tas. En wat blouses. Nou, hier natuurlijk mijn fantastische aankoop die ik van de week heb gedaan bij de CNA. Met deze Daily Paper, Fanny Pack, mijn koffertje. Dan heb ik hier nog twee schoenen staan. Twee paar schoenen staan, Champions en Nike's. Nou, er staan hier trouwens, deze heb ik helemaal niet laten zien in jullie. Maar dit zijn mijn nieuwe schoenen die ik heb gekocht van Fila. Super tof. Dus die staat nu hier. Met mijn koptelefoon, de doos van mijn MacBook, een laptop hoes, deo, koptelefoon en wat attributen die ik niet kwijt kan. Mijn softboxen die staan hier. Eentje is er afgebroken. Die moet hierop. Die staat nu hier. En hier staat dan eentje. Dan is dit mijn nachtkastje. Er staat, ligt nu mijn laptop op. En dan is dit mijn hele leuke bed. Ik slaap zeg maar in het midden. Omdat ik dat gewoon relaxed vind. Dit is eigenlijk beddeel, zeg maar, wat dan achter staat waar je tegenaan kan leunen. Maar ik dacht, weet je, fuck it, ik ga hem daar neerzetten. Dus ja. Dan heb ik naast mijn bed heb ik nog een klein spiegeltje. Maar als je omdraait, heb je hier ook nog een spiegel. Hey! Zeg maar mijn kamer. En bij deze sluit ik ook de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Om naar te kijken, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. Want dan krijg jij een update voor mijn nieuwe video's. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!